Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Toen ik mijn laatste video had opgenomen, je weet wel van de tortilla española, waar ik een lekkere tapas van heb gemaakt met anchovies mayonaise, dus had ik te denken, en daar kun je natuurlijk op wachten op dit kanaal, wat voor tapas kan ik maken van een frikandel? Dus ik zat te denken, en ik hou nogal van woordgrapjes, dus weet je wel, net als Mexicaan omelet, cromelet, dat soort dingen. En toen had ik ineens frikandel in mijn hoofd. Ik denk, hey, frikandel. Daar moet ik wat mee doen. Nou ja, dan moet ik de friet gaan combineren met de frikandel. Dus ik heb gisteren deze appelboor gekocht. En dan dacht ik van, dan snij ik de frikandel in kleine stukjes. Boor ik de binnenkant eruit en dan doe ik daar de friet in. Maar kijk, die appelboor die is... Ja, als ik hier een frikandel mee uitboor, dan hou ik alleen maar het schilletje over. En dat vind ik geen goed idee. Dus ik zat te denken, ik ga met deze appelboor ga ik friet maken. En dan... ga ik de friet even voorbakken en afbakken. En dan prik ik hem gewoon in de frikandel. Dat moet lukken, denk ik. Dus ja, ik ga even de frituur aanzetten. En dan ga ik beginnen, want het lijkt me echt ontzettend leuk. Oké, de frituur staat aan. Blijf vooral kijken. De aardappels. Even kijken of dat lukt. Ja, dus. Eén. Oh, prachtig. Kijk. Perfect. Een rond frietje. Allemaal aardappels met een gat over. Kijken of ik daar wat mee kan. Ik denk het wel. Ik zet ze gewoon even in een bak met water in de koeling. En dan ga ik het ook wel bakken of zo. Vanavond. Nou, ik maak denk een portie van 5 frietkandelletjes. Handig, ik hoef de aardappels niet te schillen zo. Snij ik alleen even de puntjes eraf, daar zit nog de schil aan. Even de frikandel pakken. Heb ik hier de frikandellen? Ik heb ze al ontdooid, want ik heb er goed over nagedacht. Ik moet eerst de frietjes voorbakken en dat duurt het langst. En het afbakken op 180 graden gaat veel sneller. Dus de frikandel is ontdooid en dan is het ongeveer even snel klaar. En ik moet natuurlijk ook die friet in die frikandel proppen. Dus even kijken. Dan snijd ik de frikandel even. Ik denk... ja, 4 stukjes. Zo. Nou, dat zou moeten passen. Daar is Lina. Hoi Lien. Kijk, ja, dat je niet tegen het statief aan loopt. Even kijken of ik toch een beetje... dit... oh, kijk, dit is wel handig. Klein stukje. Je mag een stukje poes zo. Poesje. Ja, poesje mag zo'n stukje. Kijk of dat gaat passen. Zou moeten lukken zo. Nou, ik ga eerst de frietjes voorbakken. Even 150 graden. Dan ga ik in de tussentijd even de rest van de frikandelletjes uitrollen.
Zo. Dan zet ik nu gelijk de frituur op 180. En dan laat ik dit even uitlekken op keukenpapier. Zo. En dan tijdens het uitlekken snipper ik even die ui. Want er komt natuurlijk een sausje bij. En ik dacht moeilijk eerst van ja, fusion dit. Nee, dit is gewoon een Nederlandse tapa. Er komt gewoon mayonaise bij en speciaal saus. Of speciaal, gewoon een uitje, mayo en ketchup. Ik doe ketchup, want ik vind het speciaal lekkerder met ketchup dan met curry kwam ik pas achter. Zo. Alright. Nou, er komt een hoop vet vanaf. Dan ga ik ze nu in elkaar zetten. Dan hoop ik dat het blijft vastzitten in de frituur. Of ik moet het gewoon, nou, het zal wel uit elkaar vallen, ben ik bang. Dan kan ik het daarna weer. Nee, ik denk dat ik het beste gewoon eerst frituren en dan in elkaar zetten, denk ik. Of niet? Nou ja, ik probeer het gewoon. Dan ziet het er leuk uit, joh, mensen. Lachen, joh. Ik gooi het er gewoon zo in en ik zie wel of het blijft zitten. Nee, het valt nu al uit elkaar. Maakt niet uit. Ik zet het zo in elkaar. Misschien wel beter ook. Nou, even geduld, maar dit is echt zo klaar. Dan heb ik hier twee sausbakjes. Het zijn eigenlijk eierdopjes, maar ik was gisteren bij de HEMA. Ik wilde sausbakjes hebben, want ik heb niet van die mooie. En toen vond ik dit. Nou, prachtig. Dan doe ik één sausbakje met mayo. En de ander. Even kijken hoor. Ik wil het best tegelijkertijd doen of zo. Zoiets. Nou, dat is al klaar in de frituur. Gaat hard. Oké. Nou, eens even kijken. Dit wordt heel mooi. Ik zit te denken, mensen, dit is echt onwijs leuk voor op een kinderfeestje. Ik word van kindertapas. Zo, ik vind die cilinderfrietjes echt prachtig. Eén. Ik vind het echt een leuk idee, mensen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het prachtig. Dus deze video is bijvoorbeeld al geslaagd. En als jullie het ook allemaal leuk vinden, is het nog leuker. Is toch fantastisch, man. Kijk toch eens. Wat leuk. Hoi Lina. Ik ben even bezig, lieve schat. De frietkandel. Ben benieuwd. Zo, mensen. Schitterend. Nou. Is toch fantastisch, mensen. Ik vind het echt super nice. Gewoon de smaak van de frikandel en de friet in één. Nu eentje speciaal. Poes heeft net buiten beeld al wel een stukje frikandel gehad. Nee, ik blijf niet aan de gang, Poes. Is niet goed voor jou. Ik krijg niet meer. Ga maar naar je bakje, daar heb je nieuwe brokjes. Af en toe naar een kind opvoeden. Nee, Poes, dat lust je niet als ui, dat mag je niet. Nou, gauw de video afsluiten. Nou, dan gaat Siel naast me liggen. Zo ben je braaf, Poes. Hé, je bent altijd braaf hoor. Liefje. Zeg maar dag tegen de kijkers vast. Dus op. Daar staat mijn andere camera. Er was een beetje geklooi vandaag. Mijn batterij was leeg, dus ik ben nu aan het opnemen via de kabel. Maar goed,
Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wat ik zei, dit is echt leuk voor op een kinderfeestje. Goed mensen, allemaal bedankt voor het kijken. Dit was even een leuke Hollandse tapa tussendoor. En komende zondag ga ik me verdiepen in de bravas. De tatas bravas en dan vooral in de saus. Maar daar vertel ik je volgende week alles over. Mensen, ik wens jullie een hele fijne dag en ik zie jullie zondag. Doei doei.